veel geel wit lampje. Gelukkig staan er maar 10 camera's op je. Ja, die heb je aangedaan, hè? Deze krijg gewoon niet meer uit. Maar laat maar zitten. Ik kan wel uitzoeken. Die Galaxy. Maar 8 bits, 10 bits. Je hebt steeds meer fijnere camera's op de Zoom. AVN. Ja, die staat ook op 5D. Nikon series, CHD series, allemaal. Kijk, dit, wat zit hier op? De professionele camera's, de XF serie bijvoorbeeld van Canon. Mattebox van die merk je zo. Ze zijn er nog een Sony, heeft ook een aantal bij, die dus in het hogere segment zitten, die dus 4.2.2. Het houdt gewoon in dus dat de informatie die daaruit komt, gewoon veel. Deze mattebox. Cinevate en een Marshall 7. Marshall 7 inch. Die ring, dat is ook allemaal, dit is allemaal van Cinevate. Dan neem je beeld direct van de center van de camera op naar een apparaat. En die neemt 4.2.10 bit. En het nadeel is dat het niet met de spiegelflex kan gebruiken, omdat de spiegelflex altijd de user interface inlaat. Dus je hebt altijd het blokje. Wat je dan wel kan doen is dat opnemen, het blokje helemaal in de hoek zetten. Dan je beeldmateriaal uitsnijden op 1440-1080, dus eigenlijk dat ACD maat en dan weer ietsjes oprekken tot 1080, dan heb je dan altijd wat kwaliteitjes. Dan zit je wel dus native op 4.2.2 10 bit, hoef je niet om te zetten. En je hebt 100 Mbit bitrate in plaats van de 45 die de spiegelflex ongeveer is. Dus dan heb je weer wat meer kleurinformaties. Maar zo'n nanoflex is 2, 3, 4.000 euro afgelopen. Ik hoop iets van 2 dan. Oh, daar. Het verschil wat je moet Het doel is, eerst als gewoon uitgaan van wat de meeste mensen hebben voor dat soort apparatuur nog niet zoveel wel. Er zijn een aantal zijn die zoiets met gemak kunnen aanschaffen. Maar niet iedereen kan zo'n stuk harder aanschaffen. Je moet dus uitgaan.